De gepensioneerden uit overheidsdienst, aangesloten bij de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, hebben de beloftes van financiënminister Gilmer Hoefdraad niet geaccepteerd. Zij vinden dat ze een stiefmoederlijke behandeling krijgen van de regering en eisen daarom dat er onmiddellijk verandering hierin komt. De bewindsman heeft de gepensioneerden toegezegd dat zij in de maand juli een deel van hun TWK zullen ontvangen. Het restant zal later in het jaar uitbetaald worden. Ook de koopkrachtversterking van 375 SRD is toegezegd door Hoefdraad. Echter kon hij niet aangeven wanneer de eerste uitbetaling hiervan zal geschieden. Dit heeft kwaad bloed gezet bij de gepensioneerden. Tijdens een vergadering van de BBGO gisteren hebben de leden het bestuur opgedragen uiterlijk eind augustus om de tafel te gaan met president Boutersen en minister Hoefdraad. Volgens BBGO-voorzitter Renate Wouden voelen de leden zich beledigd door de minister. Nou, een heel rumoerige vergadering toen we dus mee bezig waren met dat agendapunt. Omdat zij dus geld willen zien. Zij willen geen beloftes horen, zeggen zij. Omdat de leden de mening zijn toegedaan dat alle andere groeperingen, alle ambtenaren die in actie zijn gegaan, wel in aanmerking zijn gekomen en gelijk ook in aanmerking zijn gekomen voor de 375 SRD. En dat wij dan als gepensioneerden, wij moeten wachten. Dat was het probleem van onze leden, dat zij dus moeten wachten, waardoor zij dus het gevoel kregen dat als er geld over is, dan krijgen wij wel wat. Maar als er niet over is, dan krijgen wij niks. En dat was natuurlijk wel heel moeilijk om de leden dus rustig te houden en ze dus aan te geven dat de minister van Financiën ons dus heeft aangegeven dat de maand juli een heel moeilijke maand is. Omdat er dus natuurlijk ook een andere uitgaven zijn, waaronder andere vakanties zijn. Maar dat was dus voor wat de leden betreft aan Doevermans oren gesproken. Dus. Wouden geeft verder aan dat er vanuit het bondsbestuur alles gedaan wordt om de uitbetaling van de TWK en de koopkrachtversterking zo snel mogelijk te laten geschieden. In het gesprek met president Boutersen zal dit ook expliciet benadrukt worden, geeft ze aan. Dus wij zullen natuurlijk op onze manier op een bepaalde acties ondernemen om te voorkomen dat dat de afspraak van augustus niet doorgaat of dat er wat verschoven. Wat ik niet denk, persoonlijk denk ik wel en met mij dus het voltallig bestuur, dat het wel zal plaatsvinden. Maar we zullen bijvoorbeeld wel zorgen dat er een reminder schrijven gaat naar de president en naar de minister toe, waarbij we ze dus wel weer aan herinneren dat er afspraak is gemaakt voor eind augustus. Maar het is voor de seniorenburgers, laat ik zeggen de gepensioneerde ambtenaren, is dus deze afspraak wel heel belangrijk. BBGO-voorzitter Renate Wouden. De ALV heeft haar opgedragen het onderste uit de kan te halen bij het gesprek met president Desi Boutersen. Dit gesprek moet uiterlijk eind augustus plaatsvinden.